Goedemorgen, kijkers en luisteraars. In deze viering tussen hemelvaart en Pinksteren staan we stil bij een theologisch begrip, theologisch woord, heiliging. Wat betekent dit woord en hoe komt heiliging in de praktijk van ons dagelijks leven aan bod? Is heiliging, anders gezegd, ook praktisch te maken? Mijn naam is Harry Eriga en ik ben verbonden als predikant aan de gemeente Slochteren en de gemeente De Woldkerken. En vandaag is deze viering vanuit de kerk in Noordbroek. Als altijd beginnen we de viering met de woorden, alle oude en vertrouwde woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, schepper van hemel en aarde, die ons geschapen heeft naar zijn beeld en ons tekent met zijn liefde. God laat nooit los het werk van zijn handen. En in Gods naam mag ik u groeten. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We bidden ons drempelgebed. Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk, zoekt wat verloren is geraakt en bevrijdt wie in duisternis gevangen zit. Wij komen tot u. Zie ons aan zoals wij zijn, vol van onszelf en met de last van het verleden op onze schouders. Vergeef ons, Heer. Maak ons tot uw mensen, vol van genade. Open ons naar u, naar elkaar en naar uw toekomst toe. Amen. We gaan luisteren naar ons intochtslied, een psalm, psalm 68, het zevende couplet. God zij geprezen met ontzag. We gaan ons Kyriëgebed bidden. Aansluitend luisteren naar het Gloria-lied, lied 305, de eerste drie coupletten, die allemaal elke keer beginnen met dezelfde beginregel: alle eer en glorie geldt u. Laten we nu eerst bidden. Zie de nood van onze wereld, God. Zoveel eenzaamheid en pijn. Laat het niet verborgen blijven. Laat er, Heer, ontferming zijn. Hoor, ze roepen bange mensen, want ze zien het licht niet meer. Hoor hun stem ook in de hemel.
kom dan toch, ontferm u, Heer. Hoor ons roepen deze morgen, heel uw wereld, groot en klein. Draag ons, God, in uw liefde, wil onze ontfermer zijn. Amen. En voordat we gaan lezen uit de Bijbel, voordat we ook een verhaal gaan horen voor de kinderen, een verhaal van Mirjam en Micha, bidden we nu eerst het gebed bij de opening van de Bijbel. Laten we bidden. Barmhartige God, Gij draagt ons op adelaarsvleugelen. Alle mensen wilt U bewaren en tot eenheid brengen. In de naam van Jezus, de levende. Wij bidden u, spreek uw waarachtig woord. Heilig ons, opdat wij leven in de vrijheid van uw kinderen. En ook heel de wereld, dat we uw heerlijkheid mogen aanschouwen in deze tijd en heel ons leven. Amen. Ja, het blijft vreemd om in deze tijd voor kinderen iets te doen, iets te vertellen, iets te zeggen. En het liefst wil je de kinderen gewoon voor je zien, een kort gesprekje met ze aan kunnen gaan. Maar we weten allemaal dat dat op dit moment niet mogelijk is. Toch ook vandaag een verhaal uit de verhalenreeks van Mirjam en Micha. Ik kan echt niet meer, zegt Micha. En hij schuift het bord bij zich vandaan. Ik ook niet, zegt Mirjam. Johannes is de beste pannenkoekenbakker die ik ken. En dat vinden meer mensen. De tafel zat vol vanavond. En Jezus was er met zijn vrienden en buren, volgelingen en daar weer de buren van. En dan gebeurt het. Alle mensen die meegegeten hebben aan die tafel, ze vormen een lange rij. En de een geeft het bord door aan de ander. En vervolgens weer aan de volgende en aan de volgende, totdat de borden in de keuken zijn aanbeland. En ze zingen erbij. Geef dat ding eens door. Maar niet vergissen hoor. Geef dat ding eens door, maar niet vergissen hoor. Zo wordt het afruimen van de tafel een feestje. En Mirjam, ze loopt
naar de bezemhok. Als ze de lamp aandoet, schrikt ze. Jezus zit daar in het donker. Wat doe jij hier? Vraagt Mirjam. Ik was aan het bidden, zegt Jezus. Waarvoor? Vraagt Mirjam. En Jezus zegt, ik vroeg aan God of jullie dit lied geven door, maar je niet vergissen hoor, of jullie dat lied maar konden blijven herhalen. Dat het elke keer maar doorgegeven mag worden. En dat er steeds meer en steeds weer mensen aan mee gaan doen. Ja, zegt Mirjam, dat zou mooi zijn. En ze pakt uit de bezemkast een bezem. Waar heb je die voor nodig? Vraagt Jezus. En Mirjam lacht. Ja, soms gaat er wat mis met het doorgeven. En dan moet je toch ook even de scherven op kunnen rapen, op kunnen vegen. En zo is het natuurlijk. Soms wil je iets doorgeven en gaat het ook wel eens mis. En jullie als kinderen kennen denk ik dat ook wel in je, nou ja, momenten op school dat je iets goeds wilt doen en dat het toch even verkeerd gaat. Nou, dan pak je de bezem zoals Mirjam, je veegt het weer schoon, je lost het met elkaar op en dan kun je opnieuw gaan doorgeven. Dat was het verhaal van Mirjam en Micha voor vandaag. Wij gaan lezen uit de Bijbel. Er zijn twee lezingen. Een lezing zoals gebruikelijk uit het Oude Testament en ook een lezing uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lees ik voor Exodus 19, versen 1 tot en met 11. En het boek Exodus gaat natuurlijk over de uittocht. Exodus 19, de versen 1 tot en met 11. En boven de tekst staat verschijning van de Heer op de Sinaï, dubbele punt, de 10 geboden. Maar die 10 geboden, daar komen we niet aan toe, want we stoppen bij vers 11. Die 10 geboden worden pas later, komen pas later in de tekst aan de orde. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Rifidim op verder getrokken en in de Sinaï-woestijn terechtgekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe. Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugelen gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei: ik kom naar je toe in een donkere wolk. Dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook: ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laat ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn,
Want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Tot zover deze lezing. We gaan luisteren naar een lied, naar de eerste twee coupletten van lied 868. En straks na de lezing uit het Nieuwe Testament zullen twee andere coupletten van datzelfde lied gespeeld en, zo u wilt, ook meegelezen worden in de huiskamer. En na deze eerste twee coupletten van lied 168 lezen we nu uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Johannes. Johannes 17, de versen 14 tot en met 26. Aansluitend luisteren we dan naar couplet 4 en 5. Vanaf vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen. Tot zover de tweede lezing.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag hebben we gelezen uit het boek Exodus. U allen vast wel bekend als het boek van de uittocht van het volk Israël uit het land Egypte. Het volk komt los uit de slavernij waarin het terechtgekomen is. De farao van Egypte had het land zichzelf toegeëigend. En in de eerste 15 hoofdstukken van het boek Exodus lezen we hoe Mozes geroepen wordt om zijn volk terzijde te staan. We lezen over de 10 plagen die over het volk en over Egypte komen. En ook dat die 10 plagen er uiteindelijk voor zorgen dat het volk Israël weg kan trekken. Ze gaan hun bevrijde positie tegemoet. In het boek is te lezen dat dat 430 jaar geduurd heeft. 430 jaar van slavernij. Eigenlijk niet te bevatten. En als ze dan bevrijd wegtrekken, dan denk je dus bij jezelf, ze zijn bevrijd. Maar die bevrijding, als je verder leest, heeft eigenlijk niet zoveel weg van een bevrijding. Het volk trekt de woestijn in. En daar allereerst worden ze achtervolgd door de farao. Angst wordt zichtbaar in het volk voor die naderende vijand. Maar gelukkig, God is nabij. U kent het verhaal vast wel van de Rietzee. Het volk gaat er droog doorheen, maar de paarden en ruiters van de farao worden door de golven van diezelfde Rietzee verzwolgen. Gelukkig, nu is het volk dan toch vrij. Of nee, toch niet. We lezen over vijanden in de woestijn. De strijd tegen de Amalekieten. We lezen daarna over de dorst die het volk heeft in de woestijn. En we lezen ook over gemor en geklaag tegenover Mozes over het feit dat ze in de woestijn beland zijn. Je kunt dus zeggen dat er nog nauwelijks sprake is van bevrijding. Maar toch, gaandeweg het verhaal, stapje voor stapje, zien we dat het volk dichter bij het beloofde land komt. De bevrijding dus toch tegemoet. Het verhaal is dus eigenlijk te lezen als ons eigen levensverhaal. In ons eigen leven gebeurt er ook van alles. En soms ervaren we geen bevrijding, kunnen we het niet ervaren. Maar als we dan achteraf terugkijken op een periode, door de tegenslagen heen kunnen kijken, dan zien we toch, we zijn er nog, we staan hier. En zo kan er dan toch gesproken worden van bevrijding. Het verhaal gaat verder. Het volk Israël belandt in de woestijn van Sinaï. Opnieuw slaan ze hun kampen op. Dat blijkt de berg Sinaï te zijn. En ik weet niet of u wel eens naar beelden hebt gekeken op internet of misschien zelfs wel op tv. Beelden van deze berg. Beelden ook misschien wel van de berg waar het Katharina-klooster staat, aan de voet van die berg. Ik heb het in ieder geval bij de voorbereiding van deze lezing, van deze overdenking gedaan. Even gekeken op internet. En als ik dan naar die berg kijk, dan zie ik in feite niets bijzonders. Ja, het is een reusachtig geheel. Rotsen, groot, stevig. Zand, stenen. En ik dacht, wat kun je ermee? Landbouw is er onmogelijk en woningbouw is er ook niet te doen. Een berg, nee toch de berg Sinaï. Want bijbels gezien staat deze berg voor God. Symbolisch vertaald is de berg de plaats van God.
En op deze plaats bij de berg Sinaï ontmoet God zijn volk. Gaat het volk God ontmoeten. De toe-eigening van de farao wordt teniet gedaan. God eigent zich het volk toe. Het volk ontvangt de 10 geboden. Ze zijn het uitverkoren volk voor God. En nu in hoofdstuk 19 lazen we dat het volk op het punt staat om God te ontmoeten. En ik dacht, hoe doe je dat? God ontmoeten? We lezen dat Mozes de berg opgaat. En dat God hem vanaf de berg toeroept. Er is sprake van een directe relatie tussen God en Mozes. En alles wat God tegen Mozes zegt, alles wat Mozes hoort, geeft hij weer door aan het volk. Van een directe relatie tussen God en Mozes is er daarna sprake van een indirecte relatie tussen God, Mozes, naar het volk. En alles wat het volk hoort via Mozes, daar stemt het volk mee in. En Mozes gaat met het antwoord van het volk weer terug naar God. Mozes pendelt heel wat heen en weer tussen God en volk. Hij brengt de woorden van God over en de antwoorden van het volk. Hij is de middelaar in dit verhaal, doorgeefluik. Maar in vers 9 lazen we dat er iets verandert. Er staat dat God tegen Mozes zegt, ik kom naar je toe. In een donkere wolk, dan kan iedereen horen wat ik bespreek met jou, wat ik zeg. En daardoor zal het volk ook vertrouwen in je hebben. Waar dus eerst het volk nog op afstand stond, ze moesten Mozes maar geloven, daar zal God hen nu zelf toespreken. Ze kunnen nu zelf God gaan horen. Ook met hen zou je kunnen zeggen, wil God een directe relatie. Maar voordat het volk God zelf eerst zal zien en horen, moet het volk zich voorbereiden. Ze moeten zich heiligen. In het verhaal staat dat ze 2 dagen de tijd krijgen om zich voor te bereiden op de ontmoeting met God. Het is een oud verhaal, zei ik al. Het volk is onderweg, op pad om bevrijd te worden. Bevrijd uit de slavernij, ja, maar ook bevrijd van andere zaken. Zorgen, zich toebehoren voelen bij God. En op weg naar God wil God dat zijn volk bij hem hoort. Zijn volk is. God wil dat het volk hem eerbiedigt. Nog even. En dan zullen ze God zien, zullen ze God horen. Zien door het neerdalen op de Sinaï. En wat mij ook opviel aan dit verhaal is dus dat als je God wilt horen, als je God wilt zien, dat je daarvoor voorbereidingstijd nodig hebt. Het volk krijgt de tijd om zich voor te bereiden, te heiligen. Dat is een innerlijk proces van zuiver zijn, zuiver worden, puur. Een proces van rust ervaren in jezelf, totdat je in alle openheid voor de ander met een hoofdletter of de ander met een kleine letter, dat je de ander kunt ontvangen. God horen, een ander horen, betekent dus dat je eerst jezelf afstemt. Dat je probeert eerst zelf zuiver, stil, rustig te zijn. En daarvoor is voorbereidingstijd nodig. Heiligen moet het volk Israël zich, maar heiligen geldt dus ook voor mij en ook voor u. En ik weet niet of u zich daar precies een beeld bij kunt maken.
tijd maken, ruimte maken om tot jezelf te komen. En als dat lukt, dan kan ook God gehoord en gezien worden. Het gebeurt in dit verhaal op de berg. God zal in een wolk neerdalen. De theoloog Nico ter Linde maakt er een mooie woordspeling van. In de wolken zijn. En wij kennen dat wel met andere woorden, dat je helemaal in extase bent. Gelukzalig, euforie. Woorden om precies te omschrijven hoe je je dan voelt, zijn er eigenlijk niet. Maar in de wolken zijn betekent dus dicht bij God ook zijn. Een mens moet zich innerlijk heiligen. Maar het gaat niet alleen om het innerlijk. Het volk krijgt tevens de opdracht om hun kleren te wassen. Ook het uiterlijk speelt mee. Maar dan, na de heiliging van innerlijk en uiterlijk, gaat het op weg om God te ontmoeten. De hoofdstukken die hierna volgen gaan over het sluiten van het verbond met God. Verbond tussen God en de mens. God vraagt om zijn woorden, de 10 woorden, ter harte te nemen. Dan, zegt de Bijbel, zal het volk, dan zal een ieder persoonlijk voor God kostbaar zijn. Heilig voor God. In het hele verhaal proef je een soort van wisselwerking. Als de mens zich heiligt voor God, als de mens Gods woorden ter harte neemt, dan ben je ook heilig voor God. Als je je dus houdt aan Gods woorden, als je je houdt aan de 10 woorden uit de 10 geboden, dan ontstaat er als vanzelf een heilige situatie. En heil komt dan ook terug in het woord heel, heel worden. Een paradijselijke situatie waarin er geen zaken meer kapot of stuk gaan. We zien dus, zoals wel vaker, dat het gaat om een gave van God, die ons als volk, het volk Israël, maar ook ons wil als mensen om zich heen. Maar God die ook een opgave vraagt, dat de mens zichzelf heiligt. En in dat proces van heiligen is Mozes dus een tussenpersoon die helpend kan zijn. Hij gaat de berg op en af om tussen God en mens, tussen God en volk, de pendelaar te zijn, de tussenpersoon om de boodschappen door te geven. Blijkbaar heeft het volk en misschien ook wij, blijkbaar hebben wij soms ook hulp nodig om de relatie met God weer tot stand te brengen. Blijkbaar is er ook tijd nodig om God te kunnen horen, te kunnen zien. En toen ik daar nog eens over nadacht, moest ik denken aan kloosters. Vroeger. En trouwens, niet alleen vroeger, ook nu. Ook al is het misschien wat minder zichtbaar. Maar monniken en nonnen die dagelijks via hun gebeden tijd maken voor God. Zoals gezegd, monniken en nonnen zijn er nauwelijks meer. En de vraag is ook aan onszelf, hoe heiligen wij ons? Alles in ons leven is druk, druk en vol. Waar het vroeger nog heel normaal was, gewoon, om meerdere momenten op een dag te gebruiken, te heiligen voor God. Denk aan het bidden aan het begin van een dag. Bidden bij het eten. Bidden bij het slapen gaan. Denk ook aan kerkgang of activiteiten binnen de kerk. Momenten waarop je bezig bent met. Momenten dus ook waarbij je bezig bent met heiliging. Ja, die momenten die zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Hoe kun je dan toch spreken over heiligen? Misschien is het belangrijkste bij deze vraag dat je je bewust bent dat je tijd neemt. Tijd neemt om God te ontmoeten. Tijd ook wilt nemen.
En ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. Terug, Mozes is de persoon die tussen God en volk instaat. En in het Nieuwe Testament hebben we gelezen dat Jezus die tussenpersoon is. En ook in het verhaal in Johannes lezen we dat Jezus spreekt over heiliging. Jezus zegt over zichzelf dat hij zichzelf geheiligd heeft. Zuiver is geworden door de waarheid van God. De waarheid die in Gods woord te vinden is. En Jezus bidt tot God dat een ieder door die waarheid heilig zal zijn, heilig zal worden. Rein of zuiver, puur of heel worden, als je dat wilt, dan zul je je moeten voorbereiden op de ontmoeting met God, want dan zal dat ook komen, de puurheid, de rust. Het brengt je zogezegd in de wolken. Dan ook, als dat lukt, kan ieder, niet alleen Mozes of Jezus, maar ieder mens tussenpersoon zijn, tussenpersoon worden. Boodschapper om Gods boodschap op te vangen en ook weer door te geven. Dat is wat heiligen betekent. En dat is ook iets wat wij zelf kunnen doen. Amen. We gaan luisteren naar orgelmuziek. En ik ben ook benieuwd wat we te horen krijgen.
Er zijn een aantal mededelingen vandaag. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar iemand in de gemeente die aangegeven heeft liever niet bij naam genoemd te willen worden. Dat is ook prima, maar er is in ieder geval een bloemengroet vanuit de gemeente van Noordbroek. En de tweede afkondiging is een afkondiging rondom de collecte. U bent gewend om uw collecten te kunnen geven en de rekeningnummers staan op de website van de kerken. Maar speciaal voor deze zondag wil ik u meegeven dat de zendingscollecte bestemd is voor vrouwen in India. In India breken veel meisjes hun opleiding af voortijdig omdat er soms geen werk is, omdat er geen kans van slagen is. Ze trouwen veelal vrij jong en de positie van meisjes en vrouwen is over het algemeen ook wel bekend niet zo goed. Ze zijn in India als vrouwen, als meisjes minder waard. En dat is natuurlijk een triest gegeven. Samen met de kerken in Nederland zorgt het Priscilla Centrum ervoor dat vrouwen die het zwaar hebben, dat ze hun leven weer op de rit krijgen. Met ondersteuning, met cursussen, met onderwijs. En natuurlijk geldt ook voor India, net als voor andere landen op deze wereld, dat ook daar het coronavirus heeft toegeslagen en dat er vele mensen sterven. Dat geeft dus ook extra zorg, extra problemen, ook voor de vrouwen in India. Het Priscilla Centrum wil proberen met de middelen die ze hebben, onder andere ook met behulp van bijbelstudies, de verantwoordelijkheid van de kerk duidelijk te maken. Dat ze ook naast hun verantwoordelijkheid op geestelijk gebied ook beschikbaar zijn op sociaal gebied en dat ze zorg dragen voor de schepping. Daarom deze collecte van harte bij u aanbevolen. En zoals gezegd, volgende week, of deze dienst is tussen Hemelvaart en Pinksteren. En volgende week hebben we een gezamenlijke Pinksterviering, waarin ook de gemeente van Siddeburen mee zal doen. En we hebben bedacht om bij Pinksteren, Pinksterzondag, eventueel Pinkstermaandag, dat is de keuze aan u zelf, om een Pinksterfietstocht uit te zetten. Bij alle kerken van Harkstede tot aan Siddeburen, Slochteren, de Woldkerken, al die kerken, hangt bij de kerk een rebus die u kunt oplossen. En de bedoeling is dat u een mooie tocht gaat maken langs de verschillende kerken. Er zijn op Pinksterzondag en Pinkstermaandag momenten dat de kerk ook open zal zijn. Niet alle kerken konden open zijn, maar toch er zijn momenten dat de kerken ook open zullen zijn. En dan kunt u ook even de kerk binnenlopen. Het is geen wedstrijdje, maar het is leuk om in actie te zijn, iets op te lossen. En u kunt dat doen door zowel Pinksterzondag dan wel Pinkstermaandag, dus twee dagen iets te gaan fietsen. U kunt het ook in één keer doen. En misschien zegt u wel, dat wordt me te veel of dat is me te veel. Ik doe een deel op de fiets, een ander deel met de auto. Het ligt helemaal bij uzelf. Natuurlijk gelden ook tijdens deze activiteit de coronaregels. Dus mocht u bij een kerk zijn en er zijn meerdere mensen bij die kerk, zorg voor afstand. Zorg dat u zich houdt aan de regels van de corona. Maar ook een moment om misschien even op pad te gaan richting de kerken. In ieder geval ook deze activiteit onder uw aandacht gebracht. En wilt u er meer van weten, dan kunt u dat teruglezen op de websites, eventueel met een nieuwsbrief die binnen uw gemeente wordt uitgebracht. Dat waren de mededelingen. Dan gaan we nu naar ons dankgebed en voorbeden. Laten we samen bidden. God, wij danken u omdat we mochten horen dat u ons wilt ontmoeten. Dat u op ons gericht bent. U, de gever van alle goede dingen. We danken u voor de vrienden om ons heen. We danken u voor al het werk dat we dagelijks mogen en kunnen doen. We danken ook voor blijde vooruitzichten. Datgene wat ons toelacht.
En ook danken we u voor kostbare herinneringen die we tijdens ons leven hebben mogen en ook kunnen opbouwen met mensen om ons heen. We danken u voor uw hand die ons leidt, die ons draagt. God, we bidden ook om geloof en vertrouwen in uw toekomst. Want we zien een wereld die steeds opnieuw gekweld wordt door geweld, oorlogsdreiging, minachting, kleinering. In het bijzonder denken we aan het oplaaiende conflict tussen Israël en de Palestijnen. God, dat wijsheid mag opstaan. Dat mensen, leiders, mogen beseffen dat geweld niet de weg is om verder te komen. We bidden voor de kerk, wereldwijd. Op de vooravond voor Pinksteren bidden we dat we ontvankelijk zijn voor de werking van uw geest. God, laat er ruimte, aandacht, tijd en liefde zijn voor elkaar. Hier in onze eigen gemeenten, in onze dorpen, maar ook overal, voor jong en oud. En voor een ieder die op onze weg komt. God, we doen voorbeden voor de zieken. Sommigen kennen we bij namen. En van anderen weten we dat niet. En weten we ook niet altijd wat er precies speelt. Maar we dragen allen aan u op. En we bidden ook voor hen die zorg verlenen. Artsen, zusters en broeders, verpleegkundigen in ziekenhuizen, maar ook in de wijk, mantelzorgers. Er zijn zoveel die op praktische manier zichtbaar maken, maar ook vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, dat ze hun beste beentje willen voorzetten en een helpende hand willen zijn. Een helpende hand en ook een luisterend oor. Zij nemen tijd om dienstbaar te zijn en we willen u daarvoor danken. God, in stilte leggen we aan u voor wat ons bezighoudt. We noemen onze dank en onze zorg en vragen om uw vrede voor ons allen. En samen bidden we. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zo luisteren naar ons slotlied, lied 213, versen 1 en 2. Toch nog één korte opmerking. Ik kan het niet helemaal laten. Ik heb gesproken over heiliging, heiligen. En in het verhaal over die heiliging ging het over een innerlijk proces, maar ook een uiterlijk proces. Het volk moet de kleren wassen. Innerlijk en uiterlijk doet er dus toe. En toen kwam ik hier aan vanmorgen in de kerk. Ik zou mijn preekpak pakken, want ik moest vanmorgen eerst me laten vaccineren in Zuidhorn. En met mijn hoofd helemaal met Zuidhorn reed ik daarheen, onderweg naar Noordbroek. En ja, het is me eerder overkomen, tastte ik mis. Een jasje, een mooi overhemd, kon ik lenen van Willem Hermsen. Willem, van harte bedankt. Op die manier toch een klein beetje heiligen ook uiterlijk. Heiligen is dus niet iets wat zomaar gaat, wat je gemakkelijk afgaat. Ja,
Het overkomt mij dus ook, je moet er echt de tijd voor nemen en bewust er even stil bij staan. Zo dus ook een pak meenemen. Even een moment van stil zijn. Ja, en dan tast je wel eens mis. We gaan luisteren naar ons slotlied. Lied 213, de versen 1 en 2. We gaan weer een nieuwe week tegemoet en ik mag u de zegen meegeven. Ga dan heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.